Amsterdam is een schone stad. Tenminste, zolang u naar de gevels kijkt. Maar zodra u uw blik naar de grond richt, is het er al niet veel beter dan in andere steden van ons land, dat de naam heeft het properste land van Europa te zijn. Natuurlijk, als er markt is geweest, dan blijft dat enige tijd daarna nog zichtbaar. Maar is het eigenlijk wel nodig dat al dat papier zomaar achterloos op straat wordt geworpen? De rommel die door de wind wordt verspreid, maakt het werk van de gemeentereinigingen er niet lichter op. Die hebben bovendien al te kampen met een tekort aan personeel. Een actie tegen de toenemende vervuiling in stad en land, die voor een groot deel te wijten is aan onze eigen achterloosheid en nonchalance, is dan ook zeker niet overbodig. Het motto opgeruimd staat netjes geldt niet alleen voor u, maar ook voor uw hondje, dat u bij voorkeur op het trottoir zijn gang laat gaan. En dat kan soms hele onprettige gevolgen hebben. Natuurlijk is het ook weer niet nodig dat u zo achter uw hondje aanloopt. Maar wat u het dier misschien wel zou kunnen leren, is netjes de goot op te zoeken. Op verschillende punten in Amsterdam staan tegenwoordig welsprekende papierbakken. Luister eens. Ja, ik ben het. Een Amsterdamse papierbak. Ik sta hier niet voor niks. Amsterdam heeft op de landelijke actie opgeruimd staat netjes gereageerd onder het motto houd uw stad schoon. En het waren de werkstudenten die in smetteloos wit tenue bij de inzet van de actie het voorbeeld gaven. Maar ook op de jeugd werd met succes een beroep gedaan om aan de actie mee te werken. En als nou niet alleen die werkstudenten en die kinderen, maar ook u en ik tonen dat het ook anders kan. Ja, dan gaan we misschien toch nog die naam die we eens hebben gekregen, werkelijk verdienen. En laten we dan tot slot een oud gezegde eens omdraaien en in praktijk brengen. Zoals de jongen zongen, piepen de ouden. Dat is misschien dé oplossing om de stad schoon te houden.